Goed mensen, ik ben allemaal leuk. je kijkt naar een nieuwe Pams vaker. Ik zit hier in mijn eilandje weer. En wat we vandaag gaan doen is eigenlijk uh, vrij simpel. Ik wil even nog wat bomen gaan hakken om even de laatste puntjes op de i te zetten. Want uh, ik wil even mijn toren wil ik nog even mooi maken. Ik ga twee mensen op de Wall of Fame zetten natuurlijk. En daarna gaan we een altar maken. Daar kom ik zo wel bij. Uh, de, de Wall of Fame is. Oh wauw, ik maak een 360. Zag je dat? Holy shit. Uh, nog een keer. De Wall of Fame is geworden. Jurijaan Metsela. Ah, bro, gefeliciteerd. Je zat op de Wall of Fame. En de andere is geworden. Dexter. Fijn. Van Daad. Of Draad, sorry. Bros, gefeliciteerd. Die kan wel een hartje uh, achter. Zo, so, oké. Jullie staan alle twee op de Wall of Fame. Super tof, super leuk. Um, wat we vandaag dus gaan doen is... Um, even nog wat hout hakken. Even de laatste puntjes op de i zetten. En daarna gaan we een altar maken. Een altar? What the fuck? Wat de fuck, is dan? Ja, ik wil eigenlijk een uh, soort altar maken. Voor uh, achter. Nou, iets meer voor dit eiland. Want... Uh, ik ga natuurlijk, zoals je weet, op aflevering 100... Wat? Nee, op aflevering 100 ga ik een uh, nieuwe wereld starten. Uh, dat gaat ongeveer 2-3 weekjes ga daartussen zitten. Totdat ik ga beginnen. Uh, ik denk twee weken ongeveer. Ik wil niet al te lang maken. Maar er gaat, gaat gewoon uh, een hele... Heel, heel veel gaat veranderen, om zo te zeggen. Wall of Fame blijft. De hele Wall of Fame wat we nu hebben. Daar. Uh, dat gaan we uh, sowieso kopiëren naar de nieuwe wereld. Dus de mensen die nu op de Wall of Fame staan, die worden gewoon gekopieerd. Dus dat betekent dat er ook evengoed meer kans is op een Wall of Fame plekje. Want de mensen die daarop al staan, die, uh, die, 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 die hebben gewoon al een plek om zo te zeggen. Dus die hoeven niet nog een keer erop te staan. Dus dat is super leuk. Uh, dus dan heb jij ook gewoon meer kans om op de Wall of Fame te komen. Uh, overigens gaan wij dus Amplify doen. Als tweede uh, of als derde seizoen. En we gaan er gaat ook nog wat leuks veranderen. Als jij op de PM server zit, dan gaan wij iets regelen. Dat wij uh, dat ik gewoon af en toe fans, kijkers ga TP'en naar mij. Dus dat betekent dat we letterlijk met kijkers gaan gamen. Um, dat gaan we gewoon heel makkelijk doen als jij via Teamspeak wil of niet via TeamSpeak. Dat ligt er nog maar net aan. En dan gaan we gewoon af en toe één of twee afleveringen. Of na meerdere afleveringen, denk ik denk in totaal iets van 10 of zo, gaan we gewoon met kijkers gaan we gamen. Super leuk, toch? Of niet? Dus dat betekent dat jij gewoon met, met PM gewoon een, een filmpje kan, kan opnemen, of zo te zeggen. Dus als jij een YouTube-kanaal hebt, mag je natuurlijk ook gewoon lekker opnemen. En dan mag jij gewoon één keer op mijn eiland, of weet ik veel wat het eigenlijk geworden Het is denk ik Amplified, dus het is één grote gebergte. Dan heb ik gevraagd aan David of dat ik dat wou, of nou, aan Bart eigenlijk. Um, en dan mag jij daar gewoon gezellig spelen. Dat is natuurlijk super leuk. En uh, waarom Amplified? Waarom gewoon niet normaal? Amplified, ik wil eigenlijk weer in een berg Amplified is eigenlijk uh, hele grote gebergten. En dat had je ook in de vroegere Minecraft. Had je altijd heel veel weird-ass bergen. Had je altijd. En dat wil ik eigenlijk terugkrijgen. Dat, wil ik, dat, 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 dat vond ik altijd zo leuk. Om van die hele grote bergen te hebben. Van de hele grote. Uh, ja, gewoon, gewoon massive bergen die gewoon eigenlijk niet kloppen. <laughs> en daarin ga je gewoon lekker survivelen. En dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik serieus het leukste wat er is. Gewoon een, een random wereld, niet, wat niet klopt. Kijk, deze wereld waar ik zit is ook hartstikke leuk. Alleen uiteindelijk wordt het gewoon saai. Uh, nou, saai is een groot woord. Is het uiteindelijk heb je gewoon niet veel te doen, om zo te zeggen. In een uh, mountain. Kan je echt kiezen van, nou weet je wat, ik ga hier gewoon een, een, een brug maken naar de andere kant van een andere mountain of zo. En dan knak je die naar elkaar. Dan ga je daar een toren maken enzovoort. En ik denk dat dat veel leuker is en veel uh, spannender ook om, uh, om zoiets te fixen. Dus daarom heb ik ervoor gekozen, voor Amplified. Dat er ook iets meer uitdaging in zit om te doen. Om zo te zeggen. Om, 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 de quest aan te gaan om hem uh, nog een keer 100 dagen vol te maken. En dus ik denk dat het wel hartstikke leuk wordt en ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. Als je alvast wel zin in hebt, vergeet dan niet je like te geven. En dan komen we nu bij de shrine. Ja, wat, wat wil ik daarmee doen? Ik wil een shrine gaan maken. Wat is een shrine? Het is eigenlijk een soort uh, herdenkingspunt, om zo te zeggen. Dat wil ik gaan maken. Uh, dat wil ik met al mijn duurste blokken maken. Dus daar ga ik eigenlijk alles waar, waar, wat ik eigenlijk allemaal heb gemaakt. Alles waar ik voor gespaard zoals glowstone, Quartz, diamond blocks, redstone blocks. Wil ik eigenlijk een soort altaar maken. Ik weet niet hoe ik dat ga maken, maar ik wil het proberen te maken. En ik wil dat, uh, ja, ik weet nog niet waar ik dat ga maken. Dan moet ik even. Goed gaan nadenken. Maar dan moeten we wel straks weer de caves in. Want ik wil diamondblocks hebben. Ik wil goldblocks hebben. Ik wil iron blocks hebben. Ik wil eigenlijk echt ziek veel blocks hebben. Vooral quartz. Want quartz zijn de mooiste blokjes, uh, blokjes die er zijn. Net als marble vind ik ook echt prachtig. En ik heb niet genoeg hout om dit af te maken. Nou, misschien wel. Nee, ik denk het niet. Drie... 4, 5. Nee, ik heb niet genoeg hout om dit af te maken. En ik moet het eigenlijk wel even afmaken, want dan ziet het er niet uit. Dan ziet het er niet uit? Uh, waar gaan we dat hout vandaan halen? Ja, yeah, dat is een goeie. Maar, um, dus dan gaan we zo meteen even uh, in de cave. En in de cave gaan we dus proberen oorsten te verzamelen. Koolblokken kunnen we natuurlijk ook maken. En dan gaan we gewoon een mooie alta maken. Ik denk dat dat wel een leuk afsluiter is, ook voor aflevering 100. En uiteindelijk ga ik een beacon vragen van Golfie van Trapie. En dan, eh, uh, we hebben het eigenlijk gehaald. En, dus ik kan wel zeggen, oh mijn god, Sam, dat is een leem afsluiten naar dag 100. Ja, nou, weet je wat het is? Meestal, 9 van de 10 survivals, dat, dat eindig je eigenlijk zomaar. Dat, dat, als je er geen zin meer hebt of je denkt dat je het, uh, uh, alles heb gedaan, ofzo. je denkt van: Nou, ik ben nu echt klaar met mijn survival, dan stop je meestal. En dat kan, dat kan na twee dagen gebeuren, dat kan na 200 dagen gebeuren, dat kan na 5000 dagen gebeuren, dat kan na 10 dagen gebeuren. Het is dus maar net wanneer jij echt denkt van: Nou, ik, ik, heb, ik vind het nu alweer genoeg. Dat, dat is eigenlijk een survival. Je vindt eigenlijk van: nou, Ik vind het eigenlijk nu alweer genoeg uh, voor, mijn, voor mijn serie. Dus kan je erover nadenken, natuurlijk. Ik stel het eigenlijk in, ik heb uh, een deadline eigenlijk. Ik heb 100 dagen om iets leuks te doen. Om in die 100 dagen iets leuks mee te maken. Iets vets te beleven, iets vets te maken. Iets wat ik nooit meer ga vergeten, om zo te zeggen. Het hoeft niet altijd leuk te zijn. Het hoeft niet altijd spatterend, spannend te zijn met korfweer en brrr, explosions en weet ik veel wat. Dat hoeft niet. Serieus, dat hoeft echt niet. En trouwens, waarom de Redstone Torches hier alweer staan en niet weg zijn, omdat het al gerollbacked weer is. Dus raar genoeg is er weer de server gecrashed of zo. Um, maar even goed, het hoeft niet altijd uh, spatterend te gek te zijn. Want dan haalt het spatterend de te gekke weer, dus al echt iets wat super tof is, wordt dan minder tof. Dat, dat, dat raakt dan gewend. Dus dat wil je ook weer speciaal houden. Um, dus daarom heb ik 100 dagen gedaan. En daarom heb ik eigenlijk geen survival dag. Uh, uh, oh, mijn god, we gaan nu een normale survival beginnen. Ik vind dit leuker. Ik vind dit veel meer uitdagender. Je denkt van je komt op de server. Of je komt. Oh, ik. ik, ik log in en ik dacht van ja weet je wat als ik het nu weer doe ben ik weer een dagje dichterbij bij dag 100 dan heb ik het weer gehaald en ik ben ik ben niet de enige die zo voelt ik denk dat jullie ook allemaal zo voelen van weet je wat ik ga nu dag 106 kijken of dag 110 en we zijn al bijna zijn we al bij al dag 100 of zo nu of dag 200 dus van, ik heb bijna gewoon alle pm survivals gekeken dus van pm ik ben baas jongen alle pm survivals allemaal gekeken bam hoppakee baas hier zo bam Hop, hop je kan het eigenlijk al in verschillende manieren zien hoe jij een survival wilt. Maar ik heb dus gekozen om het in 100 dagen te doen. Ik heb heel veel vragen gehad van... Sam, wat, doe gewoon in een normale wereld. Dit is stom. Niet in een server. Bla, bla, bla. Doe het gewoon echt als een normale survival. Ja, maar dat is zo saai. Ik bedoel, als je kijkt. Iedereen heeft al zo'n normale survival. Ik wil het een, een eigen touch geven. En dat doe je zo. Dat doe je door een beetje creatief te zijn. En zeggen van... Hé, hey, ik wil gewoon iets totaal anders hebben. En... Dat, dat heb ik dus nu, makkelijk gezegd. Ik heb nu iets speciaals wat niet veel mensen hebben. Ik heb een wereld waarin een uh, verhaallijn afspeelt, maar eigenlijk een survival is. Een en al survival en waarmee ik ook nog lekker veel interactie heb met mijn kijkers, met jullie. En dat vinden jullie ook hartstikke leuk, leuk. Want anders zouden jullie dat denk ik ook niet echt veel gaan kijken als ik geen Wall of Fame had. En geen, uh, niet, niet zo direct met jullie gaan praten een leuk verhaaltje gaan vertellen over mijn kampverhaal of zo. Weet ik veel wat. Jullie vinden dat in ieder geval hartstikke leuk. En daar ben ik echt hartstikke trots op. Ook, ook voor jullie. Niet alleen maar eentje. Want ik ben er natuurlijk ook trots op dat, 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 dat het gewoon zo, zo loopt. Om zo te zeggen. Ik bedoel, als de PM Survival 2-3000 keer werd bekeken. Vond ik natuurlijk hartstikke jammer. Maar het wordt gewoon serieus. Gewoon 10.000 keer in één avondje bekeken. Nou, in één avond, als het goed is. Wordt het iets van 6-7.000 keer. En dat vind ik echt in ieder geval hartstikke veel. Want vergeet niet. Als je het vergelijkt met andere survivals. Die hebben het net nog maar 40, 50 dagen gedaan. En zoveel kijkers had ik toen ook rond die tijd. Maar nu heb ik gewoon al bijna 200 dagen. En je moet eigenlijk denken. Ik, ik weet niet hoeveel mensen hier zijn. Maar. Ik denk dat er. 50% van jullie niet alle pm survivals hebben gekeken. En ik wil ook niet zijn dat als je één aflevering mist, dat je echt denkt echt van. Kut. Ik weet echt niet meer waar het over gaat. <coughs> Sorry voor dat. Ik wil dat je eigenlijk gewoon even goed. Ik ben 10 afleveringen gemist. Maakt niet uit. Ik ga gewoon. Uh, vanaf, vanaf aflevering uh, on, 210 weer kijken. Of zo. Want ik heb uh, 200 tot 210 heb ik gemist. Misschien kom ik later nog wel achter dat ik uh, die kan kijken. Of je denkt echt van weet, uh, ik ga gewoon kijken. En ik loop dan misschien wel een paar dagen achter, maar dat maakt mij niet uit. Je kan het allemaal zelf kiezen hoe jij het wil kijken. En daarom vind ik deze PM Survival ook gewoon zo leuk. Omdat het elke dag wordt geüpload. Elke dag om 7 uur. Het is, eigenlijk, het is gewoon een soort ritme voor mensen geworden. Om gewoon na het eten om 7 uur niet het journaal te kijken. Maar nee, gewoon lekker PM Survival. Kla staat klaar. 7 uur. Bam. Die gaan we kijken met de familie. Hoppakee. Nee, ik wil geen jeugdjournaal. Nee, ik wil geen Sesamstraat. Nee, ik wil PM. Dat heb ik gewoon serieus echt. Aantal mensen heb ik gewoon gehad. van, uh, Ik kijk hier gewoon serieus nu met mijn vader, met mijn broertje en mijn zusje. Kijken we nu Pam Survival om 7 uur. Mijn vader en mijn moeder vinden het helemaal niks aan. Die begrijpen niet waarom ik het zo leuk vind. Maar mijn broertje en mijn zusje en ik vinden het hartstikke geweldig. Nou, dat is gewoon zulke reacties, jongens. Dat is echt. Dit is geniaal. Leuk om te lezen. Alle reacties zijn bijna leuk om te lezen hoor. Alleen, dit is gewoon serieus leuk om te horen dat mensen het zo, zo. In een ritme vastzit. En dat is geweldig. Vind ik echt als geweldig. Dus daarom wil ik er ook niet mee stoppen met Perm Survival. Seizoen 3 komt gewoon serieus binnenkort aan. Ik ga weer een vette trailer maken. Ik weet niet of het een custom map wordt. Ik weet niet of Goff weer weer ertussen komt. Ik weet niet of er weer wat gaat gebeuren. Uh, dat zullen we allemaal wel zien. Waarom ben ik zo ingezoomd? Zie je dat? Ik ben een beetje ingezoomd. Alweer. Dat vind ik heel weird. Uh, hoeveel iron heb ik en hoeveel gold? Ik heb denk ik wel genoeg, hè? Ik heb vier diamonds, drie dingen. Ik wil iets meer diamonds eigenlijk en iets meer emeralds. Iron heb ik nu wel genoeg. Iets meer emeralds dan. Um, de reden waarom ik dit doe is... Wacht, ik heb een idee. Oh my god. <laughs> de reden waarom ik dit doe is omdat ik natuurlijk een uh, shrine wil maken. Dat heb ik nodig. Oh, nee, dat is mijn brightness. Die moet bright. Deze moet normaal. Ik vind het helemaal niet fijn om op Quake Pro te spelen. Sommige mensen vinden het fijn, sommige niet. Ik niet. Ik vind het echt uh, niks aan. <laughs> Je kan echt helemaal niet... Waarom was dat net cobblestone? Vraag ik me af. Dat was serieus gewoon net cobblestone. En dat veranderde. En mijn pickaxe is bijna kapot. Dus het is wel tijd om weer omhoog te gaan. Maar jongens, in ieder geval, hartelijk bedankt voor het kijken van deze Pramp Survival. Een korte aflevering, 12, 13 minuten. Kan gebeuren. Maakt ook helemaal niks uit, vind ik. Jongens, hartelijk bedankt voor het kijken van deze Pramp Survival. Als je het leuk vond, vergeet dan niet op het groene duimpje te klikken. Dat zou ik super chill vinden. En hartelijk bedankt voor de like. Hartelijk bedankt voor het kijken van deze video. Het enige wat ik kan zeggen is... en peace.